Laat me eens kijken trouwens. Live vanuit de beurs van Berlage. Digital Marketing live. Aangeschoven Raffi Aikas van de persgroep, de manager branded content. Laten we even bij dat begrip beginnen. Ik ben een ouderwetse journalist. Ja. Wat is dat, branded content? Nou, in ieder geval, eerst dankjewel dat ik hier mag zitten. En wat is branded content? Branded content is eigenlijk het verhaal brengen van een adverteren, maar niet op een commerciële manier, maar meer vanuit de interesses en relevantie van de doelgroep waaraan je het gaat aanbieden. En het mooie bij branded content is natuurlijk dat je er, als je een verhaal aan het vertellen bent, dat je dan wel duidelijk aangeeft dat het om commerciële content gaat. Want dat is denk ik wel een hele belangrijke, duidelijke labeling van die content. Ja. We kennen bijvoorbeeld websites, hè, waar ja. Dat, maar het kan natuurlijk op alle terreinen kan je die branded content hebben. Het kan in de bijlagen van de Volkskrant of ja, wat dan ook bij zijn. De NRC kan het ook. Ja, nee, ja. Klopt, alle media zijn. Stel, jullie hebben een mooi verhaal met een bedrijf gemaakt over dat bedrijf, over de visie of over de producten die ze maken. Ik kom op de website van een van jullie titels, staat duidelijk aangegeven, hè? Ja. Hebben jullie wel eens onderzocht hoe naar de perceptie van de bezoeker daarna? Want zeg, mijn perceptie is dan vaak, hè, denk ik, oké, dit is dus een promotiepraatje. Ja. Ik ga het anders lezen. Hoe kijkt de bezoeker daarnaar? Nou, wat je ziet is dat wereldwijd is er veel onderzoek geweest naar branded content. Hè, en vaak ook online content van ja, hoe wordt het gewaardeerd en geaccepteerd. Is dat je ziet dat branded content over het algemeen een hogere waardering en acceptatie heeft dan de standaard advertorials of advertenties. Maar wij merken ook bij campagnes bijvoorbeeld dat op het moment dat er gevraagd wordt van ja, wat is de waardering of hoe vind je dat het met name online is gegaan, dat via branded content vaak beter is dan op een andere vorm. En op het moment dat branded content interessant is en relevant is voor die doelgroep, dan merk je dat het eigenlijk de afzender niet meer heel erg uitmaakt van wie die komt, als de content maar goed is. Ja. En natuurlijk heb je soms goede content, soms slechte content. En daar moet je gewoon als afdeling zijnde, moet je daar heel erg op sturen. Van wat is goed en wat is niet goed. En als het niet goed is, keur je het ook gewoon af. En dat is wel een vrije rol. Normaal gesproken, als je een advertentie hebt, dan moet je 9 van de 10 keer of misschien 99 van de 100 keer, dan moet je gewoon plaatsen wat een adverteerder of een mediabureau je aanbiedt. Maar branded content is het mooie dat we het samen maken met de adverteren of samen met het mediabureau. Maar, kijk, jullie zijn van de commerciële afdeling, dus jullie halen graag geld binnen. Ja. Dus je zult niet zo snel nee zeggen, toch? Nou, wij hebben vaak, krijgen we aanvragen, maar ik ben daar vrij secuur in. Is op het moment dat er echt een verhaal te vertellen is, en dat in verhaalvorm ook verteld kan worden of in videovorm, dan doen wij het. Maar op het moment dat daar een keiharde call to action achter zit, dan is branded content niet het juiste kanaal of het juiste middel om dat te doen. En daarnaast hebben we nog een check daarin zitten. En wat wij vervolgens ook nog eens doen, dat wij op het moment dat we branded content hebben gemaakt, de productie af hebben, wordt die altijd door de hoofdredactie van de titel wordt die gecontroleerd. Ja, ja. En die check is denk ik heel erg belangrijk, want op het moment dat zij aangeven van joh, er staan onwaarheden in of dit klopt niet, of hier willen we niet mee geassocieerd worden, wordt het afgekeurd. Oké. Want dit ligt gevoelig bij een redactie. Absoluut, hè? Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Want even met branded content en de kernvraag die daaronder zit, hè, van waarom ligt dit nou zo gevoelig, zit hem in de onafhankelijkheid van de redacties. En wij zijn daar ook vrij duidelijk in. We hebben drie typen branded content hebben we aangegeven. Dat is type 1, dat is content wat geschreven zou kunnen worden door de redactie, onafhankelijke redactie. Content wat geschreven wordt door freelance journalisten die wij als commerciële afdeling inhuren. En content van een adverteerder. En wat je ziet is dat met name die type 1 content, hè, de hoogwaardige kwalitatieve branded content, ja, dat doen wij bijna nooit. En natuurlijk hebben we in het verleden een aantal vormen gehad waarbij de redactie heeft geholpen bij het maken van branded content en de producties. Maar je ziet ook dat dat eigenlijk een lerend proces is waar je in zit. Niet alleen vanuit de commerciële afdeling of vanuit de adverteren, maar ook vanuit de redactie. Waarbij je gaat kijken van ja, wat kan wel, wat kan niet en hoe gaan we dat dan op dat moment ook doen. En je ziet dat ook met name dat hoe
de hoe-vraag, zeg maar, dat het een hele belangrijke is, is dat de consument op een goede manier kan zien dat het om branded content gaat. En dat moet je dus in print, in online, op mobiel, overal waar die content naar voren komt, moet dat in de aanjaging ook al naar voren komen. Vindt het publiek dat? Of vindt... Moet je dat doen omdat je bij een titel werkt waar zeg maar, journalistieke onafhankelijkheid hoog in vaandel staat? Ik heb onderzoek gedaan naar branded content. Hè. Nou, ik ben er nu al een tijd mee bezig en voordat ik begon, het eerste wat ik heb gedaan is gekeken naar echte online spelers. Hoe doen die dat? Maar ook naar de grote ja, wereldwijde kranten of Amerikaanse kranten als de New York Times, The Guardian, Atlantis, The Economist. Ik heb overal gekeken van ja, wat doen zij nou op branded content gebied en op welke manier doen zij dat. En wat je ziet is dat bij iedereen die dat doet, dat ze het labelen. Alleen sponsored content bij de New York Times heeft niet dezelfde betekenis als de sponsored content bij The Onion of bij nu.nl. En je ziet dat daar zeg maar de moeilijkheid in zit, is van dat je branded content niet over één kam kan scheren. Ja. En dat maakt het gewoon heel erg lastig dat je soms met heel veel dat het kwalitatief goed is, maar dat op het moment dat de lezer niet kan zien ja, wat de kwaliteit is, dat het vrij moeilijk maakt. En dat zie je ook met dat de Forbes bijvoorbeeld, hè, die zit daar ook in, bijna een derde tot de helft van de omzet komt uit branded content daar. Zoveel? Ja, het is echt mega daar. Ja. Maar ook bij de New York Times, die doen ook gewoon bijna 20, 25 miljoen per kwartaal doen zij in branded content. En die markt is ook groter. Maar wat je wel ziet, zeg maar, waar wij mee bezig zijn als de persgroep zijnde, is dat wij dus op het moment dat wij branded content gaan aanbieden, dat duidelijk gaan labelen, het een andere kleur gaan geven, andere lettertypen. En ook, we willen daar een linkje bij plaatsen met wat is dit precies. Dus op het moment dat een consument daarop klikt, dat hij een soort infobox krijgt met uitleg over de content en wie de eigenaar van die content ja. is. Moet je veel doen aan opvoeding van de partijen met wie je het doet? Want het is nog steeds een relatief nieuw genre, zou je kunnen zeggen. Ja, als in deze mate, zoals je nu ziet langskomen. Bedoel je daarmee de adverteren? Ja. Nou, wat je merkt is dat de adverteren open moet staan om te gaan sparren met de uitgever. En dat op het moment dat zij zeggen, ik noem maar wat, een aanbieder, ik wil mobiele telefoons verkopen of ik wil abonnementen verkopen van mobiele telefonie. Dan moet je wel gewoon een serieus gesprek met elkaar aangaan en kritisch zijn en soms ook gewoon nee kunnen zeggen. Maar dat moet de adverteren ook accepteren. Kijk, wij als de persgroep zijnde hebben heel veel verschillende kanalen waarbinnen wij doelgroepen kunnen bereiken. En dan moet je ook gewoon kunnen zeggen van ja, dit is niet het kanaal of het middel om daar de boodschap te vertellen. Ja. En wat je wel ziet is dat op het moment dat je zo'n goede relatie met een adverteerder hebt, en die hebben wij vaak ook, of die hebben we bijna altijd, hè, want je moet samenwerken met elkaar, dat daar de producties ook veel beter van worden. Ja. Je zei eerder, als het echt een harde call to action is, dat is eigenlijk echt zeg maar sales vaak, hè, als je ja. die wil doen. Nou ja, dan moet je het misschien wel niet doen. Is branded content geschikter voor awareness, voor beeldvorming? Ja, voor... ja, absoluut. Want wat wij altijd zeggen, is dat wanneer moet je het wel doen, wanneer moet je het niet doen? Nou, wanneer moet je het wel doen, dat doe je op het moment dat je een verhaal te vertellen hebt. Dat je een merk wil gaan laden of een merkverandering wil aanpakken. En op het moment dat je een harde call to action hebt, of dat je echt de sales moet gaan stimuleren, dan is dit niet het juiste kanaal voor. En op het moment dat je dus een verhaal te vertellen hebt, dan is het vaak bijvoorbeeld bij koffie is van hoe koffie wordt gemaakt. Hoeveel zorg wordt er aangegeven voordat dat in een cupje terechtkomt. Of op het moment dat je bijvoorbeeld, we doen nu veel reizenspecials, doen wij. Nou, dan zie je dat je met een verkeersbureau of met een land in gesprek bent. En dan ga je het hebben over, ja, maar wat zijn nou de interessante thema's die onze doelgroep zouden kunnen interesseren? En dat je bijvoorbeeld een campagne van Samsung bijvoorbeeld, hè, wat we dan vaak doen is dat op het moment dat we het schrijven voor het AD, dan doen we dat op een andere manier dan doen we dat we dan doen voor de Volkskrant. En je ziet dat die aansluiting, zelfs andere kleuren, zelfs andere foto's, dat die aansluiting gewoon heel erg goed werkt. En dat werkt dan ook heel erg mooi je ziet het ook in hoe lang een consument dan op zo'n pagina blijft. Ja, het mooie is ook als de inhoud die je maakt, zeg maar,
past natuurlijk bij de, dat is belangrijk, bij de titel, voor wie het is. Het kan ook gaan in de schrijfstijl wellicht die bij een titel hoort. Ja. Je zei eerder al van, er is een genre en dat maken we bijvoorbeeld met freelancers die ook al voor die titel werken. Maar jullie... Ja, dat is, wij werken met freelancers die veel schrijven en die veel themagericht schrijven. Ja. En dat betekent niet dat we met freelancers van die krant werken. Oké, juist. Want bewust niet, bedoel je? Nou, bewust niet, omdat wij natuurlijk kijken wel naar van wie is gespecialiseerd in dit onderwerp. Wij vinden gewoon dat je dat wel heel gescheiden van elkaar moet houden om ook die onafhankelijkheid te bewaren, maar ook die transparantie richting de consument en de adverteerder. Ja. Wat is een voorbeeld van branded content waar je trots op bent? Wat jullie gemaakt hebben? Nou, dat zijn bijvoorbeeld die we voor de Bing Bank hebben gemaakt, hebben we samen gedaan. Maar ook bijvoorbeeld onlangs vertel, hebben we... En wat was het, vertel het eventjes, hoe zag dat er dan uit? Wat je ziet is dat daar de beelden, de tekst, de tijd waarom, de actualiteit waarin het geplaatst wordt en de informatie die we boden, perfect aansloot bij de Volkskrant lezer. En dat was aan het begin van het jaar, ging over de prognoses van ja, waar gaat het met qua beleggingen naartoe. Nou, en dan zie je dat op het moment dat je dat op het juiste moment brengt, met goede kwalitatieve content, dat goed werkt. Maar aan de andere kant hebben we ook onlangs, hebben we bijvoorbeeld, ook op de Volkskrant was dat, hebben we een campagne gedaan voor Visit Norway. Dan merk je gewoon dat op het moment dat Visit Norway, de reisbestemming Noorwegen, heel erg overeenkomt met de interessegebieden van onze lezers. Nou, je ziet dan op het moment dat je mooie foto's hebt, mooie video's hebt en dat op een mooie manier gaat vormgeven met multimedia, ja, dat een consument daar niet 30 seconden op een pagina zit, maar soms wel 2-3 minuten en op mobiel zelfs 3,5 minuut. En op het moment dat je dat weet te realiseren, dan denk je van ja, oké, als een consument de moeite neemt om hier 2-3 minuten hier te blijven, ja, dan weet je dat je goed werk levert. Ja. Hoe peilen jullie, hoe meten jullie succes? We hebben een aantal, dat zit hem aan de ene kant in de aanjaging, van hoeveel mensen klikken nou op een advertentie. En we hebben vaak ook AB-testing. Dat je verschillende inleidingen hebt of verschillende titels hebt en met verschillende foto's, verschillende call to actions. Daar ga je testen van ja, welke werkt nou het beste. En aan de andere kant op een pagina hebben we analytics geïnstalleerd, maar ook andere AB-testing tools. Waarmee we in staat zijn om dat gaandeweg een campagne te optimaliseren. En aan de hand van de analytics die we daarbij meten, zien we van joh, hoe lang zit een consument hier nou? Hoe ver in die pagina is hij gegaan? Heeft hij een video wel bekeken of heeft hij dat niet gedaan? Nou, en op basis daarvan ga je steeds die proposities fine-tunen. En dat is denk ik ook het mooie aan branded content. Dat wij constant bezig zijn met hoe maken we deze producties nou interessanter en relevanter voor onze consumenten. Ja, want als ze dat niet relevant vinden, heeft geen zin, hè? Nee, maar dan ben je voor niks bezig. En dat, is, ja, dat vind ik heel erg zonde. Ja. Je hebt het al een beetje natuurlijk laten doorschemeren en alle dingen die je zei. Van, als het gaat over do's en don'ts van branded content, wat moet je laten? Wat moet je niet doen? Dat is vrij lastig te zeggen. Hè? Qua ligt aan, is het een product, is het een dienst, is het een, iets anders, zeg maar. Algemeniserend, geef eens een voorbeeld van dingen waarvan jullie hebben gezegd, wat je gewoon niet moet doen is gewoon direct keihard beginnen met de sales en click-outs. En je moet eerst die consument in het verhaal zien te trekken voordat je hem ergens anders naartoe wil brengen. Ja. En eigenlijk op het moment dat je een duidelijke call to action hebt om producten te verkopen, ja, daar hebben we andere kanalen voor met aanbiedingen en prijzen. En dat soort dingen moet je niet op een branded content pagina doen. Nee. En je moet het hebben over van waarom dit product interessant is. Van waar zit dat dan nou in? Zit het in de kwaliteit van het beeldscherm, van het geluid? Bijvoorbeeld op het moment dat je qua bank of verzekeringswereld... Dan moet je gaan kijken van ja, maar wat zijn nou interessegebieden? Wat zijn nou die uitdagingen waar die consument tegenaan loopt met bepaalde producten? En probeer dat dan vanuit die consument over te brengen en uit te leggen. En daar zit het hem in. Ja. Hoe is de relatie tussen de afdeling branded content en de redactie? Oh, die is vrij goed. Ja? En dat komt omdat, natuurlijk hebben we af en toe wat strubbelingen of dat dingen afgekeurd worden. Maar dat is niet erg, omdat we hebben allemaal één doel.
En dat is de gebruikersvriendelijkheid van de website te verbeteren voor onze consumenten. Goede kwalitatieve content aan te bieden aan onze consumenten. En dat belang heb ik hetzelfde. En aan de andere kant moeten we ook geld verdienen. Ja. En ook de redactie snapt dat. En waar het dan voornamelijk om gaat, is dat je een open discussie, een transparante discussie met elkaar voert. En goed kijkt naar van, ja, hoe bieden we dit dan aan? Zonder dat we onze onafhankelijkheid verliezen. Zonder dat onze consumenten het gevoel krijgen dat wij het gevoel geven dat we ze in het ootje nemen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, is dat die consument centraal staat. En dat de strategie die je daar omheen bouwt, daarop gestoeld is. Want op het moment dat de consument het niet waardeert, heeft de adverteerder daar ook vervolgens niks aan. Nee. En dan hebben wij daar als salesafdeling niks aan, want dan verkopen we nou een campagne en dan wordt die één keer, ja, dan heb je één keer hit and run en dan ben je weer weg. En dat is niet wat we willen. We willen juist een structurele samenwerking aangaan met adverteerders, waarbij we constant in staat zijn om goede kwalitatieve content te brengen, wat ja, wel commercieel is, hè, waarvoor betaald is, maar waar wel de interesse ligt. Dankjewel voor deze informatie. Ja, ja. Goede vragen. Jullie bedankt nu voor het kijken. Zo denk nog één interview gepland staan vandaag. Dan hebben we een stuk of 15 gehad. Als je ze niet hebt gezien, dan kan dat allemaal nog natuurlijk. Dus alles komt op zowel YouTube als Fast Moving Targets, als e-merse, als op de Facebookpagina. Dus alle mogelijkheden zijn er nog. Ik ben zo direct terug. Dankjewel. Ja.